Goedenavond, beste luisteraars van Radio Positief. Nog een avond komen wij tot jullie met het woord van leven. En deze week zullen wij praten over de wil van God. De wil van God is altijd het beste voor ons. Ik weet dat wij als mensen de neiging hebben om onszelf proberen te overtuigen dat wat wij willen het beste is. Bijvoorbeeld, de persoon wil een bepaalde carrière volgen. En de persoon, omdat hij dat wil, dan gaat de persoon de neiging hebben om het idee te verdedigen dat die carrière de beste is. Hetzelfde gebeurt bijvoorbeeld in het liefdesleven. De persoon vindt iemand leuk en ongeacht de defecten, de problemen, misschien de tekenen die laten zien dat de andere persoon niet de beste is voor hem, voor haar. Als de persoon hem, haar leuk vindt, dan gaat de persoon de neiging hebben om het idee te verdedigen dat die persoon de beste persoon is voor hem, voor haar. Dat gebeurt ook met de doelen in het leven, wat wij willen. En een van de dingen die geloof laat zien en vertrouwen dat God alles onder controle heeft, is het moment wanneer wij als mensen de beslissing nemen om onze wil te onderwerpen aan de wil van God. Dat betekent niet dat hetgeen niet gaat goed, dat betekent niet per se dat hetgeen wij willen niet zal gebeuren. Dat weten wij niet precies, omdat als wij aan God laten zien, laten weten dat wij zijn wil in ons leven gedaan willen zien worden, dan vertrouwen wij, dan laten wij zien dat wij vertrouwen dat God het beste aan ons zal geven. En het kan zijn dat hetgeen wij wilden gaat gebeuren, omdat het kan zijn dat wat ik wil het beste is, maar het kan ook zijn dat wat ik wil niet het beste is en God die van boven naar ons kijkt en alles ziet, niet alleen wat de mensen zien, maar ook wat binnen in ons zit, dan zal hij dingen zien die wij niet kunnen zien. En de fysieke, maar ook de geestelijke dingen. Dus wanneer wij vertrouwen hebben om te zeggen, Heer, ik zou dit willen. Ik zou dit willen hebben, dit willen bereiken. Maar ik weet niet of dit het beste is. U bent degene die het weet. Dus in de naam van Jezus vraag ik u om uw wil te doen gebeuren in mijn leven. Als dit het beste is, laat het gebeuren. Maar als u iets anders wilt doen, dan laat ik het aan u. Dat is een bewijs van vertrouwen. Dat is een bewijs van vertrouwen. Wie niet vertrouwt, durft niet om zo te bidden, omdat de persoon zijn eigen wil doen, ongeacht wat God denkt of niet denkt. Als God denkt dat het anders is, zelfs zo wil de persoon het op die manier doen van vanwege bepaalde uitleggen die in het binnenste van de persoon zitten. Maar God weet alles. Hij weet zelfs wat de experts niet weten. De mensen die wij zijn in deze wereld weten meer dan degenen die niet zo wijs zijn. Maar als wij over God praten, weet God meer dan iedereen bij elkaar. Wij kunnen de hele bevolking van de wereld bij elkaar brengen.
En de beste ideeën van hun horen, de ideeën van God zullen altijd beter zijn dan de ideeën van de mensen. Omdat wij falen. Wij denken dat de dingen op een manier zullen gebeuren en daarna gebeuren ze op een andere manier. De Bijbel zegt het volgende in 1 Samuel hoofdstuk 16, vers 4. 1 Samuel 16, 4. Samuel deed wat de Heere gezegd had en hij kwam te Bethlehem. Dus Samuel ging naar Bethlehem om hetgeen te doen wat God had gezegd. De Heere, Samuel deed wat de Heere gezegd had en hij kwam te Bethlehem. Hij kwam te Bethlehem omdat God tegen hem zei om daar naartoe te gaan. Wie was Samuel? Samuel was de hoofdprofeet van God toen der tijd. De oudsten der stad kwamen hem bevend van vrees tegemoet en zeiden: betekent uw komst vrede? Ze werden niet zo vaak door de grote profeet van God bezorgd. Dus toen ze het bezoek ontvingen van Samuel, werden ze zenuwachtig. Ze waren bang en ze zeiden: betekent uw komst vrede? Dus zij wisten niet of de komst van profeet Samuel vrede betekende. Of het kon ook zijn dat Samuel met een profetie zou komen van nederlaag, van leed, van problemen, een gevolg van hun fouten. En toen der tijd was het koninkrijk van Israël aan het afwijken van God, omdat ze een koning aan God hadden gevraagd, in plaats van God te willen volgen, hebben ze een koning gevraagd, omdat ze een koning wilden hebben als hun leider, in plaats van de profeet. Dus dat was fout. Maar daarna week Saul, de eerste koning van Israël, af van de wil van God. En de mensen wisten hiervan. Dus ze waren bang toen de profeet kwam. Waren ze bang dat het nieuws dat de profeet zou brengen slecht kon zijn. Maar de profeet antwoordde, de Bijbel zegt, en hij zeide: ja, ik ben gekomen om de Heere een slachtoffer te brengen. Dus hij kwam om te offeren voor God in Bethlehem. Heiligt u, dan moogt gij met mij aan dit offer deelnemen. Dus om aan het offer te kunnen deelnemen, moesten zij zich heiligen. En hij heiligde Isaï en zijn zonen en nodigde hen tot het offer. Dus toen Samuel in Bethlehem was en hij zei: ja, ik kom in vrede, ik kom om een offer voor God te presenteren. Heiligt u, zodat jullie mogen deelnemen aan dit offer. Dus het moment van het offer was een moment van heiliging. Alleen degenen die zich heiligden mochten deelnemen aan het offer voor God. Omdat het offer een manier was van God benaderen. Een altaar werd voorbereid en het offer werd voor God daarop gelegd. Nou, de familie van Isaï en zijn zonen werden geheiligd en werden uitgenodigd om aan het offer deel te nemen. De Bijbel zegt, toen zij binnenkwamen en hij, Samuel, Eliab zag. Eliab was de eerste geborene zoon van Isaï, de oudste broer van David. En toen zij binnenkwamen en Samuel Eliab zag, dacht hij: zeker staat hier voor de Heere zijn gezalfde. Dus u ziet dat Samuel
een ervaren man. Hij was een man die heel veel ervaring had. Hij was de hoofdprofeet in Israël. Hij had al koning Saul gezalfd. Hij diende God sinds zijn... toen hij nog een kind was. Omdat hij de zoon van Hanna was. Weet u nog het verhaal van Hanna die bad... die onvruchtbaar was en God gaf haar een zoon en ze zei dat ze haar zoon zou geven zodat hij een dienaar van God werd. Dus hij groeide op in het tabernakel. Hij diende God al toen hij nog een kind was. Dus geheel zijn leven diende hij God. Deze man, Samuel, was een speciaal man. En toen hij daar met Isaï was, voor het offer. God zond hem daar naartoe om de volgende koning van Israël te zalven. Zag hij Eliab en hij dacht zeker, dus met zekerheid, zeker staat hier voor de Heere zijn gezalfde. Dus hij dacht, het is gegarandeerd. Dat Eliab de volgende koning van Israël zal worden. Waar baseerde Samuel zich op? Zijn ervaring. Misschien het feit dat Eliab de eerste geborene zoon was van Isaï. Hij was een soldaat. Hij was zeer waarschijnlijk een man die gerespecteerd werd door de anderen. Door zijn broers, neem ik aan, omdat hij de oudste was. Zijn uiterlijk ook. Maar morgen zullen wij meer praten over dit onderwerp. Maar God koos Eliab niet, u weet het al. God koos David. God koos David. En ziet u, als Samuel zijn wil zou doen, zou hij, als Samuel zijn wil had gedaan, zou hij Eliab zalven. Maar Eliab zou hem teleurstellen, zou het volk teleurstellen. En God was de enige die dit wist. Dus Samuel was besloten om hetgeen te doen wat God zei. Maar binnenin zich dacht hij, Eliab wordt gezalfd. Misschien bent u een persoon die, wanneer de mensen naar u kijken, wordt u niet goedgekeurd door de mensen? Misschien rekenen de mensen niet op u. Misschien voelt u zich niet belangrijk in de maatschappij, in uw vak, waar u werkt, in uw leven, in uw buurt. Misschien kennen de mensen u niet eens. Ik heb al mensen horen zeggen, als ik sterf, merkt niemand eens dat ik sterf, dat ik gestorven ben. En misschien voelt u zich zo. Iemand let op u, bent niet zo belangrijk. Of misschien bent u een persoon die een paar mensen heeft die naar u kijken, maar de meeste mensen niet. Eliab was een man die de aandacht trok van anderen, zelfs van profeet Samuel, maar niet van God. En het belangrijkste, beste vriend, beste vriendin, is niet wat de mensen denken over u, over mij. Of de mensen ons goedkeuren of niet. Het belangrijkste is wat God over ons denkt. Wanneer wij de wil van God willen doen, is het belangrijkste. Saul was toen der tijd de koning van Israël, maar Saul wilde niet weten over de wil van God. Niet meer, omdat nu was hij de koning al jaren. En hij werd hoogmoedig. En hij dacht aan zijn eigen wil. Hij negeerde de wil van God. Als God dit wil of niet, is dat niet belangrijk. Zo handelde Saul. En God heeft hem hierdoor verworpen.
David werd gekozen omdat God wist dat David de wil van de Vader, van God, zou doen. En als u vast besloten bent om de wil van God te doen, zal God met u zijn en u zegenen. En deze zondag zullen wij de zondag hebben met het heilige avondmaal van de wil van God. Wij zullen aan het brood deelnemen, aan de trui van sap deelnemen, aan de beker. Wij gaan degenen die willen, gaan hun offerandes brengen en een gebedsvraag aan God presenteren. Maar de gebedsvraag zal niet zo zijn: Heer, genees mij, bevrijd mij, geef mij voorspoed, open de deuren voor mij. Nee, dat zijn de gewone gebedsvragen die wij al doen. Maar de gebedsvraag die wij deze zondag gaan presenteren is de volgende. Heer, uw wil geschieden. Laat uw wil in mijn leven gebeuren. Laat uw wil in mijn leven geschieden. Tegelijkertijd offeren wij onze wil op. En wij willen aan God laten zien dat wat wij willen doen is hem behagen, hem dienen. God zal voor de rest zorgen. Gelooft u hierin? Dus deze zondag zullen wij dit speciale gebed doen. Heer, uw wil geschieden. Zoals Jezus zelf ons leerde bidden in het Onze Vader gebed. Uw wil geschieden. Op aarde, gelijk in de hemel. Jezus deed dit gebed ook in de hof Gethsemane voor zijn dood. Jezus bad daar. Heer, laat deze beker mij voorbij gaan, maar laat uw wil geschieden en niet de mijne, toch? Dus hij deed de wil van de Vader. Hij had zijn gebedsvraag, maar hij stelde de wil van God als eerst in zijn leven. Jezus leerde ons met zijn eigen voorbeeld. En als wij zo handelen, wij zetten de wil van God boven alles en wij behagen hem, zal hij zeker voor ons zorgen. Deze zondag het heilige avondmaal van de wil van God in alle vestigingen van het UKGR Evangelisch Centrum. Wij komen zo terug met het gebed. Morgen zullen wij meer praten over dit onderwerp. Is alles wat ik nodig heb, mijn waardevolle vriend, om u te aanbidden, hef ik mijn handen op, mijn leven geef ik nu aan u, en ondanks mijn fouten, houdt u voor mij, houdt u voor mij. En zelfs al heb ik niks, houdt u voor mij, houdt u voor mij. Jezus, door uw liefde gaf u zich aan het kruis, droeg een zeer zware last in mijn plaats, en u nam mijn pijn op u. Jezus, door uw liefde gaf u zich aan het kruis, droeg een zeer zware last in mijn plaats, en u nam mijn pijn op u. Jezus.
kostbare naam, Jezus. Jezus, kostbare naam, Jezus, door uw liefde gaf u zich aan het kruis, droeg een zeer zware last in mijn plaats, en u nam mijn pijn op u. Jezus, door uw liefde gaf u zich aan het kruis, droeg een zeer zware last in mijn plaats, en u nam mijn pijn op u. Jezus. Kostbare naam, Jezus. Jezus, kostbare naam, Jezus. Jezus, onze God en onze Vader, op dit moment bidden wij voor een ieder die naar dit programma luistert. Degenen die zoveel behoeftes hebben, zoveel strijden. Mensen die misschien genegeerd worden, verworpen door de maatschappij, door de buren en de collega's, klasgenoten. En soms, wat nog erger is, als wij over het leven op aarde praten. Er zijn mensen die zelfs genegeerd en verworpen worden door hun familie zelf. Dat is pijnlijk. Maar uiteindelijk, wat baat het ook dat iedereen ons goedkeurt? Als wij in uw ogen afgekeurd worden, dat willen wij niet. Omdat als wij ons beschikbaar maken voor uw werk, dan zult u ons zegenen. En op het juiste moment zal alles goed komen. Dus mijn God, strek uw handen uit richting uw volk en zegen hun. Maak uw volk vrij van alles wat hun tegenhoudt, alles wat u niet behaagt, en vervullen ieder met uw macht. Uw wil geschieden, Heer, hier op aarde, in ons leven, gelijk in de hemel. In de hemel geschiedt uw wil altijd, maar hier op aarde niet zo vaak, omdat u ons de vrije wil gaf en wij bepalen wat wij doen. Help dan een ieder die eerlijk is, die oprecht is, zodat deze persoon een getuige kan zijn van uw macht. In de naam van de Heer Jezus Christus. Is er iemand ziek die samen met ons bidt, genees deze persoon. Bevrijd de gekwelden. Transformeer, verander deze levens. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En God zij dank. Amen. Heel goed, beste luisteraars van Radio Positief. Morgen zullen wij terugkomen om 10:00 s'avonds, op Radio Positief met nog een woord van leven. En deze vrijdag zullen wij de eerste vrijdag hebben van de geestelijke reiniging. Breng een fles water mee deze vrijdag. Wij gaan een paar druppels water uit het beloofde land, het heilige land,
met dat water mengen, zodat u het kunt gebruiken om zich hier mee te wassen. De plaats van de ziekte voor de genezing, maar ook uw lichaam voor de geestelijke reiniging. Deze vrijdag vindt dit plaats in alle UKGR evangelische centra, alle vestigingen van het UKGR centrum in Nederland. In feite overal in de wereld beginnen wij deze vrijdag met dit nieuw voorstel in de gebedsketting van vrijdag, van de bevrijding. Breng een fles water mee. Wij gaan een paar druppels water daarmee mengen. Water uit het heilige land. Dat God u zegenen. Een fijne avond verder. Tot morgen.